Proficiat, warm ingeduffeld ondertussen. Dat is 5-5. Ik neem aan dat er hier weinig op af te dingen valt en dat hier een tevreden man staat. Ja, toch wel. Het was wel een goede keuze om even in het wiel te zitten. Er stond best wel veel wind. Een stuk berg op. Ik ben blij dat ik mijn moment heb gekozen. Was dat ook het moment dat je vooraf voor ogen had? Nee, niet per se. Ja, ik had sowieso wel de intentie om iets langer tussen de wiel te zitten. En, ja, de zandbak is hier altijd wel beslissend. Dat was voor mij wel het moment om toe te slaan. Je zei op voorhand, het wordt misschien niet zo gemakkelijk vandaag, maar je bent toch bijna een minuut voor. Had je verwacht dat je zo ver voor zou zijn? Dat is altijd moeilijk, maar ik denk dat ze daar achter ook wel een beetje naar elkaar zijn beginnen kijken met die wind. Maar er stond echt wel veel wind daar naar boven. Dat zag je ook wel als we in groep reden, dat niemand echt het werk wou doen. Dus misschien is dat wel daarom dat het zo groot werd. 5-5, ik neem aan dat jouw doel is om hier gewoon een clean sheet, zoals dat dan heet, om ze allemaal te winnen deze winter. Daar ben ik niet echt zo mee bezig. Ik ga er zeker niet van wakker liggen als ik er een paar niet win. Ik denk 2K in Tower blijft nog steeds het hoofddoel en ik ben gewoon blij mee hoe het nu gaat. Proficiat, dankjewel. Mathieu, als je dan een paar rondes in de wielen zit, slaap er dan toch wat stress in? Nee, het is niet de eerste keer dat ik in die situatie zit. Dus, het ging zeker hard genoeg. Maar het was heel moeilijk om hier het verschil te maken met de wind. Dus ja, ik had natuurlijk met de zandbak iets wat ik wel goed kan. Had ik mijn versnelling geplaatst. Er waren de laatste dagen een aantal incidenten met het publiek. Ook vandaag was het een beetje op het randje. Hoe kijk jij daarnaar? Ik vond eigenlijk heel positief het publiek vandaag. Als het altijd zo zou zijn, zou het heel aangenaam kosten zijn. Je rijdt vandaag, je rijdt morgen, je rijdt zaterdag. Hoe kan je 100% zijn in Hulst? Ja, goeie vraag natuurlijk. De basis is wel goed en we zijn wel wat gewoon. Dus dat uurtje crossen moet ik nog wel verteerd krijgen. Het zal vooral zaak zijn om goed te rusten en hopelijk een goede nacht hebben straks. Dankjewel.